Nou, de start van de New York City Marathon is wat mij betreft een van de minste onderdelen van de marathon. En dan is het niet zozeer de concrete start, maar het gaat mij er meer om de uren daarvoor. Je wordt op een bepaalde tijd verwacht op een soort van legerbasis. En ja, er is gewoon helemaal niks. Het is een kil, een grauwe omgeving. Je kan er niks. Nou ja, de organisatie heeft er dan wat koffietentjes neergezet of iets dergelijks. Maar dat is er dan wel. En je moet daar redelijk vroeg zijn. Ik vertrok om 9:50. Dat was de vroegst mogelijke starttijd. Anderhalf à 2 uur heb ik daar gewacht. Je bent dan met een groep, dus dat is fijn. Of ik was met een groep, dus daar kan je dan een beetje mee praten en ouwe hoeren. Maar ja, voor de rest is daar gewoon helemaal niks. En daarnaast waren er bij ons de weersomstandigheden niet echt heel relaxed. Het stond een harde wind, dat maakte het koud. En daardoor hadden we allemaal oude kleding aan. Oude trainingsbroek, oude trui die we daar hebben achtergelaten. Voordat we om een beetje warm te worden en dat je niet totaal verkleund echt daadwerkelijk aan je marathon begint. Maar toch, je wil niet te veel energie verspillen in die periode daarvoor. Dus je gaat ook weer niet heel erg actief opwarmen of iets dergelijks. Nee, het was een beetje unrelaxed. Voordeel wel van die hele, het was een hele grote groots opgezet terrein. En er was voldoende ruimte voor iedereen. En er waren ook superveel toiletten neergezet. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Het enige waar je goed moet over nadenken, mocht jij volgend jaar of het jaar daarna de New York City Marathon willen lopen, en denk dan even goed na, kijk naar het weer. En zorg dat je dus warme kleding bij je hebt die je achter kan laten.